Ik heb al jaren last van psychische klachten. Kan een kengerichte behandeling helpen? Dus wat je eigenlijk ziet is in die vormende jaren van je leven, en dat is vooral de eerste twaalf jaar van je leven, op het moment dat jij die klachten hebt, begrijpen wij waarom jij die klachten hebt. Begrijpen wij wat maakt, wat jij doet eigenlijk om die klachten in stand te houden. Ja. Begrijpen wij wat je bewust of onbewust doet om die neurale paden eigenlijk telkens maar weer te activeren. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en waardevolle informatie en tips met jou delen. Mijn naam is Chris, hij is een SP en naast me zit Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En vandaag hebben we weer een vraag binnengekregen en die luidt als volgt. Ik heb al jaren last van psychische klachten. Kan een kengerichte behandeling helpen? Vind ik een uh, mooie vraag. Ja, dat is ook een vraag die we wel vaak tegenkomen hè, in de DM's. Ja. Dus we, hebben ook, um, we zijn ook heel actief op uh, Instagram. En mm -hmm. we hebben dan heel vaak dat onze uh, regelmatige volgers. dat die een berichtje sturen via de direct message. Dus je hebt zo'n knopje, zo'n chatfunctie. En dan komen we heel vaak ook dit soort vragen natuurlijk uh, voorbij. Ja, en dat heeft denk ik ook te maken met het kerntraject. dat we ontwikkeld hebben de afgelopen jaren. En wat eigenlijk uh, in een notendop een traject is. waarin we kijken naar, vanuit, uh, vanuit naar een kerngerichte aanpak van klachten. In plaats van een symptoomgerichte aanpak van klachten. Ja, want wat dus, is logisch om te beginnen? Denk je van logisch om te beginnen met um, ja, hoe, hoe normaal een behandeling gaat, zo'n klachtgerichte behandeling. En dan het bruggetje maken. Of wat stel je nou voor ja, als Ja, waar ik, Wat misschien heel interessant is, kerngericht is best wel vaag. Die, ja. Ja. Dus misschien wat we kunnen doen is, we hebben bijvoorbeeld Pieter. En Pieter komt op aarde. Oké, okay. en, en dat is best wel interessant denk ik jij bent als neurowetenschapper kan je daar natuurlijk ook waarschijnlijk het een en ander vertellen maar laten we daar beginnen stel je komt als baby op aarde hoe verloopt dan de psychische ontwikkeling van dat kind en dat brein ja het grappige is dan dus eigenlijk dat de psychische ontwikkeling van het brein die vindt al plaats in de waarmoeder oh dus ik zou dan eigenlijk uh, zelf denken van hé, hey, dat begint al prenataal oké okay. want dat ze dus uh, hebben gezien ik heb ook um, onderzoek gedaan bij Kindjes die te vroeg geboren werden, extreem te vroeg geboren werden, dus onder de 24 weken. Dus dat is echt het moment dat je net levensvatbaar bent. En eigenlijk op het moment dat je dat laatste stukje van de zwangerschap mist, dan maakt dat eigenlijk al dat je op psychologisch gebied, maar ook cognitief gebied en op gedragsgebied, dat heel veel vaardigheden, dat je die minder hebt ontwikkeld, omdat je basis gewoon uh, slechter is eigenlijk. Hmm. En dat dat dus ook langdurige gevolgen kan hebben. Okay. En ze hebben dus ook gezien dat op het moment dat jij um, extreme stress ervaart tijdens de zwangerschap. bijvoorbeeld omdat er een hongersnood is, of omdat er oorlog is, of omdat er veel spanningen zijn. Um, dat de stress eigenlijk anders afgesteld is voor de baby. En dat die baby dan later eigenlijk gevoeliger is voor stress. Dus de HPA-as, de hypothalamus Pituitary adrenaline cortex. De stressas. <laughs> dus de stressas, inderdaad. Ik dacht, ik ga even fancy met mijn Engelse termen. Um, ja. Dat die eigenlijk al scherper afgesteld staat. En, oh. um, dus dat is eigenlijk heel interessant. En dat is ook hoe ons brein dus ook werkt. Kijk, je hebt, je hebt eigenlijk genetica, mm -hmm. dus dat is dus letterlijk degene die je van je ouders krijgt via de chromosomen en het DNA. En je hebt ook iets dat heet epigenetica. En wat dat dus precies is, is dat um, op het moment dat er bijvoorbeeld stress in de omgeving is, dan kan dat eigenlijk de uiting van je DNA veranderen. Dus op het moment dat jij in de baarmoeder bijvoorbeeld heel veel stress ervaart, um, dan kan jouw gevoeligheid voor stress via epigenetische modificaties, kan dat als het ware aangepast raken. Dat jij dus later in je leven minder weerbaar bent tegen stress. Ja, en dan stress van de moeder. Voordat, uh, dus als een moeder heel veel stress ervaart, heel veel stresshormonen eigenlijk in, in, in de ja. buik ook plaatsvinden bij de baby, ja. dat... De epigenetica is heel bijzonder, maar wat het eigenlijk inhoudt... Is, is dat stel je voor dat je als kind in een bijvoorbeeld niet gestresste moeder opgroeit... of als kind in een gestresste moeder de buiken dan opgroeit... Ja. dat bij de niet gestresste je eigenlijk geen klachten hebt... maar bij de gestresste moeder diegene toch een soort van functie aanzetten van klik... Oké, okay, dit, dit, dit is zeg maar mijn verborgen functie. Dat die dan wel aangaat. Dat Precies. is eigenlijk epigenetica, toch? Precies. En op het moment dat je die epigenetische verschillen hebt, dat betekent nog niet dat het gedaan is met je, om het zo maar te zeggen. Want die kunnen aan en uitgezet worden. Maar dat maakt wel dat de kans dat op het moment dat jij op latere leeftijd stress ervaart, dat dat een grotere impact heeft, dat maakt dat groter. Dus het is eigenlijk een soort van een. Versterkende factor, om het zo maar te zeggen. Ja, precies. Maar terug naar Pieter. Want ja, Pieter ja. zit dus in de buik. Dus, dus voor de bevalling gebeurt er al een heleboel. Ja, precies. En, ja. En, en niet dat we nu zwangere vrouwen ongerust willen maken, want tegelijkertijd heel veel zwangerschappen en ook zwangerschappen in stressvolle omstandigheden. Uiteindelijk gaat dat ook gewoon hartstikke goed. Ja. Dus uh, maak je daar absoluut niet te veel druk over. Ja, en ja, kinderen kunnen aardig wat hebben ook. Ja, dus je hebt aan de andere kant ook het principe van veerkracht. Ja. Dus uh, dat is misschien een ander verhaal. Dus op het moment dat jij wat gestresster bent, in sommige omstandigheden, als het daarna een stuk beter gaat, dan ben je juist veerkrachtig. Dus uh, ja. er zijn heel veel uitkomsten mogelijk. Maar in het algemeen, inderdaad, uh, begint het dus al voor de geboorte. Ja, nou. dus, dus, je, dus, dus Pieter is geboren, die heeft al een bepaalde. Laten we even software noemen. Het brein, de ja, neurale. De predispositie moet ik aan Precies. denken. Precies, een bepaalde software opgebouwd, waarin het misschien omdat mama heel erg gestrest was, minder goed met stress kan omgaan of eerder gestrest raakt en op andere gebieden. Uh, er, zeg, het heeft een software opgebouwd. En dan komt het op aarde. En wat, wat gebeurt er vanaf dat moment? Nou, kijk, als, als, als baby en als kind, het enige wat je eigenlijk nodig hebt, uh, zeker in die babyfase, is um, voeding. En aandacht. En dat, op, en dat je luiers verschoond worden. En liefde. En liefde, precies, precies. En eigenlijk die eerste fase die is gewoon heel erg belangrijk voor de hechting. Dus als je puur naar psychologisch gebied kijkt, kijk dat een babytje die is gewoon extreem kwetsbaar En die is volledig afhankelijk van de ouders om te overleven. En ik geloof ook dat van alle diersoorten dat de mensen het langste erover doen, of relatief één van de langste erover doen om volwassen te worden. Dus jouw babyperiode is gewoon relatief lang. Terwijl bij een, bij een muis, ik, volgens mij op dag drie of zo... dan ben je gewoon volwassen. Ja. <laughs> ik noem maar eens, het is in ieder geval korter dan een maand. Dan ben je al volwassen. Maar bij een, bij een babytje, dat duurt gewoon zo lang... voordat je volwassen bent en onafhankelijk van je ouders. Dus als babytje, je bent gewoon volledig afhankelijk van je ouders... om voeding te krijgen, om je luiertjes verschoond te krijgen... om gerustgesteld te worden op het moment dat je gaat krijzen. Het is niet dat een babytje denkt van... oh. Papa of mama's werken, ik pak even zelf een flesje uit de koelkast ja, of zo. Nee, het want het zijn. kan nog niet lopen en uh, nou, ja. het begrijpt dat allemaal nog niet. Dus um, en in de eerste fase is de hechting ontzettend belangrijk. Dus dat je als babytje goed afgestemd bent op je ouders. En, um, en ook in de, in de, in de dreumesperiode, die hechting die blijft gewoon ontzettend belangrijk. En die hechting dat kan je dan eigenlijk zien als een soort van basis van um, hoe jij. Uh, vertrouwen hebt eigenlijk in de ander. Mm. Dus hoe jij je over kan leveren aan de anderen. Dus op het moment dat jij ze hebben ook experimenten gedaan, dan hebben ze volgens mij babytjes, Heb, of, of ja, truimers noem je dat dan? Ik weet niet hoe oud ze precies waren. Mm -hmm. Ze konden in ieder geval kruipen en een klein beetje spelen. Dus ik verwacht een jaar of een of twee jaar zoiets. Mm -hmm. um, en die, die stopte ze dan in een, in, in een ruimte, in een onderzoekersruimte. En die ging dan eerst met de moeder spelen. Uh, spelen met de moeder. En toen op een gegeven moment zei ze van tegen die moeder van je moet nu weggaan. Mm -hmm. En op het moment dat je als babytje dus je moeder niet ziet, dan kunnen er verschillende dingen gebeuren. Of je denkt ze van oh prima, mama is even weg en die komt vast zo wel terug. Ik ga lekker verder spelen. Yeah. Of je, je moeder gaat weg en je raakt helemaal van slag, helemaal van stuur omdat je dus ergens het gevoel hebt van, hey, als mama wegkomt... hoe kan ik erop vertrouwen eigenlijk dat zij weer terug gaat komen? En dan ben ik hier mijn eentje en ik kan nog niet mijn eigen broek aantrekken. Ik kan nog ja. niet mijn eigen leier verscholen. Ik overleef het niet. Dit, dit wordt hem niet. Um, ja. En dat is dus precies waar die hechtingstijl over gaat. Dus als hechtingstijl, je wilt er eigenlijk op kunnen vertrouwen... dat je, um, dat je moeder bij je blijft. Mm -hmm. En tegelijkertijd, als zij eventjes uit het zicht is... dat je dus het vertrouwen hebt opgebouwd... Dat dat tijdelijk is en dat je gerustgesteld kan worden als ze even uit het zicht is en dat ze weer terug gaat komen. Yeah. En op het moment dat jij volledig en totaal in paniek raakt, dan heb je eigenlijk al een soort van eerste, ja hoe zeg je dat? Een eerste scheur in je vertrouwen in andere mensen. En of je het wel in je eentje kan uh, bekokstoven. Yeah. En wat je vooral ziet is dat um, ja, daarna heb je dus inderdaad een onveilige hechting. Dat is al een soort van een eerste scheur in het interpersoonlijke contact. Ja, want, want, want dat, de, dat de ene baby zeg maar wat, wat aanhankelijker is dan de andere baby. Dat is op hele jonge leeftijd is dat zeg maar niet echt heel zwart-wit, toch? Het is niet uh, ontzettend grote verschillen, denk ik, toch? Of, of zag je dat wel terug? <clears throat> want ik heb niet het idee dat heel veel baby's zo extreem afhankelijk zijn, maar dat dat meer in de loop van hun leven steeds meer duidelijker wordt. Het verschil tussen een, een gezond gehecht kind en een wat minder gezond gehecht kind. Ja, je had, um, je had vier verschillende hechtingsstijlen. En dan moet ik even denken, je hebt de veilige hechting, je hebt volgens mij de angstige hechting. Je hebt, uh, ik denk iets van, je hebt de ambivalente hechting, dus een beetje van alles en nog wat. En je had een wat um, uh, bozere hechting. Ik weet even niet wat, dat, uh, wat het type daarvoor was. Maar ja, op jonge leeftijd kan je dat dus, heb je dus eigenlijk al die inpretting, dus die software, dus die update die je dan al installeert... Ja. En, um, en dat kan natuurlijk later weer rechtgetrokken worden. op het moment dat er dan weer veel veiligheid en stabiliteit is. Ja. Maar op het moment dat je die onveilige hechting hebt. dan kan dat eigenlijk al een eerste signalement zijn voor een patroon. dat zich eigenlijk levenslang kan gaan herhalen. Ja, want ik kan me voorstellen, dus inderdaad, als baby. Inderdaad, er zijn een aantal dingen natuurlijk. Een baby is voor elke ouder best wel heftig in het begin. omdat ineens je hele leven verandert. Maar stel dat kind dat wordt nu twee, oh, dat dat wordt vier, vijf, zes. En, en het, het begint een beetje wat meer een natuurlijkere interactie te krijgen met de ouders. Het is niet ja. meer die, die, die afhankelijke. Dat, bij, ja, dat afhankelijke wezen dat daar in die wieg ligt. En wat wilde wat, je eigenlijk zeggen? Nee, ja. ik, nee, nee. nee dat, ja, het komt op, op hetzelfde neer. Maar het is niet meer zo afhankelijk. Ja. En um, op een duur gaat het lopen, gaat het interacties krijgen. Hoe, hoe, hoe zit het dan met de interactie met de ouders? Waar, waar kan het dan, zeg maar. Op psychisch niveau een beetje misgaan. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast, abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Dus eigenlijk als, als babytje ben je vo volledig buur afhankelijk van je ouders. En heb je eigenlijk niet heel veel andere mensen in je omgeving nodig. Maar eigenlijk als je dus als kind. Dan heb je dus je ouders, wat dan een veilige haven kan zijn. Of een minder veilige haven kan zijn. Maar je hebt ook, ik zeg maar. het concept school. Dat komt dan ook. Dus ook op, op het gebied van school kan het dus ook zijn dat er hele significante leraren bijvoorbeeld zijn. Die Um, jou ja, ook een bepaald gevoel geven over jezelf. Of dat andere kinderen je pesten, wat jou een bepaald uh, kernconcept geeft over jezelf. Um, ja. Dus inderdaad, het is, vo het is vooral de, de, de ouders of het gezin waarin je plaatsvindt. Maar het zijn eigenlijk de meest betrokken personen in je leven. En, wat je, en je hechting daarvan uit. Ja. En wat je dus vaak ziet, hè, kijk, um, je, hebt, ik zeg maar, gehele, je, je hebt stabielere gezinnen en je hebt wat onstabielere gezinnen. En. Ja, en een kind die reageert daar gewoon op. Yeah. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld, um, uh, nou ja, als ouder misschien heel erg gestrest of heel erg, uh, heel erg gestrest bent, of je hebt zelf misschien psychische problemen, dan kan het zijn dat, dat, dat je dat een beetje, uh, ja, dat je kind dat meekrijgt. Ja. Yeah. En in het geval dat je kind dat meekrijgt, uh, wat heel erg kindseigen is, is dat ze zich dat op zichzelf gaan betrekken. Mm. Dus bijvoorbeeld, stel je voor je, je ouders gaan uit elkaar, er is een vechtscheiding, of je krijgt heel veel. Kritiek of uh, negatieve opmerkingen. of je hebt hele hoge eisen. en je hebt het gevoel dat je daar niet genoeg aan voldoet. Maar in plaats van dat je denkt: van oh, mijn uh, ouders hebben een vechtscheiding. Hm. En uh, nou, dat komt omdat uh, mijn ouders. Uh, een beetje communicatieproblemen met elkaar hebben. of uh, nou ja, het gewoon niet zo handig of tactisch aanpakken. Dat kind gaat dan eigenlijk denken: hé, hey, er is heel veel ruzie, heel veel spanning. Ik ga me een beetje proberen aan te passen. En als, dat, uh, en als er dan nog steeds negativiteit komt. Is of heerst, dan gaat dat kind misschien denken van hé, hey, dat komt door mij, of ik voel me niet gezien, of ik voel me niet gehoord, of ik uh, doe iets verkeerd. Dus wat je eigenlijk ziet, is in die vormende jaren van je leven, en dat is vooral de eerste twaalf jaar van je leven. op het moment dat daar grote events plaatsvinden, dan heeft dat gewoon heel veel invloed op hoe een kind zichzelf ziet. Maar ook de interactie met anderen, maar ook een beetje je wereldbeeld. Ja, en ook de wereld waarin je zeg maar, het meest. Um, ja, stabiel zou ik het noemen, maar de wereld waarin je je uiteindelijk ook gaat bevinden. Want ik kan me voorstellen dat een kind dat in een turbulente omgeving opgroeit, dat is gemarineerd in turbulentie, om het even figuurlijk ja. te noemen. Dus dat zal ook eindigen als het 20 of 30 is, in een vrij turbulente setting. Ik denk niet dat als jij opgroeit in een, in een ik noem maar eventjes, een achterstandswijk. Uh, gescheiden ouders, financiële problemen, veel stress, veel ruzies. Dat je eindstand vanzelfsprekend in, uh, in, in ik noem maar wat, in het gooien, in een stabiele woning eindigt. Gelukkig met een partner, zonder gedoe. Dat, dat zijn twee totaal andere werelden. En dat kind dat is anders gewend. En dat trekt ook een beetje een andere omgeving aan later, op latere leeftijd. Dus we yeah. zien ook vaak bij onze cliënten dat. Cliënten die. die, die er zijn. Veel mensen die continu in dezelfde patronen, in dezelfde settings komen. Ja. En dat is dan vaak een soort van indirecte weerspiegeling van het verleden waarin ze zeg maar, zijn opgegroeid. En dat creëren ze dan in de toekomst, onbewust en on ongewild heel vaak. Want ze willen dat niet. Ja, precies, precies. Dus je kan je voorstellen dat als je als kind in een huishouden hebt geleefd en je kreeg bijvoorbeeld uh, je vader, die was er niet, want die was heel instabiel of die had een, een tweede gezin uh, gekregen. Of je, je, je vader die was heel erg wispelturig. Of die bemoeide zich eigenlijk helemaal niet met de opvoeding. En dat aan de andere kant bijvoorbeeld je moeder um, dat wel voldoende kon ondersteunen. Of juist dat je moeder misschien ook heel erg kritisch was. En daar moeilijk mee omgaan. Of dat ze je overmatig betrok in de relatieproblemen met je vader. Er zijn heel veel smaken en varianten te bedenken. Um, dan geeft dat vaak heel veel instabiliteit. En dat maakt een heel groot effect van hoe jij. Um, eigenlijk jouw beeld van relaties en jouw beeld van hoe een gezin eruit ziet en ook het gevoel dat je inderdaad gezien wordt, gehoord wordt, dat er onvoorwaardelijke liefde voor je is, omdat er gewoon heel veel ruis op de lijn zit, om het ja. zo maar te zeggen. En wat je dus ook vaak ziet is dat als jij heel veel instabiliteit in je jeugd hebt meegemaakt, dat je dan inderdaad ook voor partners kiest die jou misschien ook het gevoel geven dat je minder belangrijk bent of dat die ook. Um, uh, nou ja, die, die pleasende kant bijvoorbeeld van je heel erg activeren, of die heel erg dominant zijn, of wat manipulatief zijn. En dat is dan eigenlijk omdat je dan dus, dat, dat voelt eigenlijk zo vertrouwd, ja. dat dat inderdaad de kans dat je dan voor zo'n type partner gaat, dat is dan een stuk groter. Want dat voelt bekend. En ja. dat het bekend voelt, dat kan zelfs maken dat je dat aantrekkelijk vindt. Dus als je dat op een gegeven moment wil doorbreken, dan is dat heel lastig. Want je moet eigenlijk een balans vinden tussen, hé, hey, wat vind ik aantrekkelijk en wat is goed voor mij. En als je dan ergens een beetje in dat midden gaat zitten, dat het net een beetje net een vleugje instabiliteit misschien, dat, het, dat je het nog aantrekkelijk vindt. The sexy nerd. <laughs> Zoiets inderdaad, dat het net een beetje dat vleugje instabiliteit geeft. Dat het nog wel een beetje in je, je dat het voor je brein veilig voelt, maar dat het wel een stuk stabieler is dan het gezin, dan waar je uitkomt. Ja. Yeah. Ja, en het begint natuurlijk ook allemaal bij bewustzijn. Hè? Want wat ik ook heel interessant vind, um, het ver je verleden creëert eigenlijk ook je toekomst vaak. En dat probeert een beetje in dezelfde turbulentie te zitten. Om als dat een term is. Maar ook in je passie en wat jij leuk vindt en wat je aantrekkelijk vindt, dat is ook zo afhankelijk van hoe jij verleden is geweest. Ja. Als jij altijd financiële problemen hebt gehad vroeger, dan is dat een groot ding. En dat gaat meespelen in de keuze van je, beroeps uh, je beroepskeuze. Ja. Als Um, ik noem maar wat, als, jou, als jouw vader heel erg controlerend was en echt een man thuis was, dan vind jij dat misschien ook belangrijk om een bepaalde aanzien te hebben als man zijnde later. Omdat je hebt het niet direct door. Maar als je teruggaat naar die kern, dan ja. zie je ineens allemaal patronen en denk je van hey, daarom ben ik zo obsessief bezig met dit. Of daarom heb ik dit soort, dit soort patronen. Het, het is allemaal te herleiden uit het verleden. Want het komt niet uit de lucht vallen. Je, al jouw keuzes, wat je denkt, uh, je passie. Uh, hetgeen wat je aantrekt, maar ook de klachten die je krijgt, komen allemaal ergens vandaan. Dat is je verleden. Ja, zeker, zeker. En ik denk dat dat zo mooi is aan inderdaad, zo'n kerngerichte benadering. Kijk, dat je dan heel erg gaat kijken van hey, waarom ben jij wie je bent en waarom doe jij wat je doet? En dat is heel vaak inderdaad terug te herleiden. En de klachten die je dan inderdaad genereert, die zijn vaak zo goed te begrijpen of te herleiden op het moment dat je juist die verbanden gaat zien. Want als jij je als kind gewoon heel erg. Eenzaam hebt gevoeld, omdat, laten we zeggen, van hé, hey, misschien ben je gepest op school en dan kwam je thuis en dan waren je ouders misschien die, um, ja, die waren misschien niet heel toegankelijk voor wat betreft emoties. Dus op het moment dat jij dan uh, een beetje verdrietig of sip thuis kwam van school en misschien zagen je ouders dat wel aan je, maar vonden ze het moeilijk om, om daar echt op door te vragen, om echt naar de kern te gaan van hé, hey, wat gebeurt daar nou precies? En dat ze het een beetje laten gaan, omdat ze denken van, oh, hè? kop op, um, hè, het wordt vanzelf wel beter, hè. straks ga je naar de middelbare school, hè. het wordt vanzelf wel minder, of als we erin gaan graven wordt het alleen maar erger, hè. zet je er maar overheen. Um, dus zo'n kind die voelt zich dan op school dan afgewezen, die denkt misschien dat het anders is of dat ze er niet bij horen. En thuis dan is er misschien ook niet die holding van één of van beide ouders. En dan word je dus misschien heel erg eenzaam en alleen. Ja. En op het moment dat je dan later in je leven... Hè, misschien krijg je wel wat meer vrienden of je krijgt collega's... dan kan het zijn dat dat eenzame en dat alleen gevoel... dat dat elke keer weer makkelijk getriggerd gaat worden. Hè? Dus op het, en, en dat dat gewoon bewust of onbewust heel veel impact heeft op je leven. Aan de ene kant kan het misschien zijn dat je gewoon een fijn en prettige zin hebt uh, gecreëerd... maar dat je tegelijkertijd je elke keer weer niet gezond voelt... omdat je een beetje gaat vermijden, je gaat terugtrekken... En die, dat contact over hoe het echt met je gaat, dat, dat er niet echt van komt. Mm -hmm. Aan de andere kant kan het ook bijvoorbeeld heel erg zijn dat je um, innige vriendschappen en een, een, een relatie een beetje uit de weg gaat. Omdat je er toch niet echt vertrouwen in hebt dat er iemand is op deze planeet die jou echt wil bekennen en echt wil begrijpen. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat is dan een soort van een. Ja, dat zou je dan bijna een soort van een depressiepad kunnen noemen, wat in je brein dus wordt gecreëerd ja dus Het begint dan. Uit, um, het begint dan in je jeugd misschien als een soort van eenzaamheidspad, maar door die eenzaamheid ga je je meer afzonderen en door die eenzaamheid ga je wat meer terugtrekken en daarvan word je een beetje somber. En als er dan op dat moment geen connectie is met de buitenwereld en dat er nooit op aangesloten wordt en dat die verbinding ontbreekt, ja, dan creëer je misschien een soort van een isolatie-depressiepad. En elke ja. keer dat later in je leven dat mensen niet jou het gevoel geven dat je niet gezien of niet gehoord wordt, dan gaat datzelfde depressiepad telkens weer af. Ja. En je eigen gedachten, die kunnen dan op een gegeven moment ook zelfs maken dat hetzelfde depressiepad afgaat. Want misschien ga je al naar een nieuwe baan. Misschien heb je vier banen gehad die niet goed werkten, omdat je er niet bij hoorde. Uh, wat dan weer dat pad afgaat van, hey, dat je afgewezen bent als. Uh, misschien gepest bent als puber. Maar misschien die vijfde baan, misschien is dat wel een superleuke baan. Praten mensen tegen je? Vinden ze je leuk? Gaan ze je erbij betrekken? En is dat eigenlijk een topsituatie van hey, je uitgangspunt? Maar dan misschien als mensen tegen je praten, misschien heb je dan al wel gedacht van ja, maar ze gaan me toch alweer weer afwijzen of ik vertrouw het niet of hè, het komt, uh, uh, dit, dit is een beetje raar of wat, wat wil je van me of hè, wat is je bedoeling? En zelfs die gedachten al, die kunnen dan dat depressiepad af laten gaan terwijl eigenlijk de situatie daar geen aanleiding toe geeft. Maar dat is dan omdat het zo vastgebakken zit. Ja. Ja, het is super interessant. Dus inderdaad, dat innerlijke kind, zoals we dat noemen, dat ervaart bepaalde. Emoties, bepaalde dingen ervaart het. Het wordt verlaten of uh, ouders hebben ruzie. En nou, maar op dat moment, het is niet zo dat je als zesjarig kind, terwijl je ouders bijvoorbeeld uh, een vechtscheiding hebben, dat je op dat moment heel veel klachten ervaart. Het kan, maar het hoeft absoluut niet. We zien vaker terug dat zo'n zesjarig kind vervolgens twintig is, in een relatie komt uh, waar we, die, 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 die tot einde, ten einde komt of. Op een baan wordt afgewezen of voor een studie wordt afgewezen. En dan pas komen al die klachten naar boven drijven. Omdat dat neurale pad van dat innerlijke kind, van wat ze vroeger hebben meegemaakt, geheractiveerd wordt. Ja. Met alle paden van dien die daarbij zitten, die een bepaalde gevoel van hopeloosheid of, of, of waarloosheid of verdriet of wat dan ook met zich mee Dus dat is ontzettend interessant. Maar dus, dus wat je dus eigenlijk zegt, inderdaad, je komt op aarde voordat je geboren wordt, 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 er al een, wordt je systeem eigenlijk een beetje afgesteld, je software. Na de geboorte gebeuren dus dingen. Dus de omgang tussen jouw omgeving bepaalt ook een beetje hoe jij eindigt qua software. Ja. En vervolgens word je volwassen. En dan loop je dus misschien tegen bepaalde klachten aan. En dan is een reflex vaak dat we symptoomgericht in een regulier zorgsysteem. symptoomgericht gaan behandelen. We gaan dan kijken: hé, je hebt, een, je hebt bijvoorbeeld uh, angstklachten. Nou, die gaan volgens het angstprotocol behandelen. Ja. Hoe, 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 hoe gaat dat in de praktijk? Hoe, wat is jouw ervaring erin? Hoe effectief werkt dat? Want vaak werkt dat in mijn optiek best goed, dat symptoomgerichte. Ja, het, dat is inderdaad heel belangrijk uh, om bij stil te staan. Kijk, wat ik bijvoorbeeld merk, of um, wat, wat mijn ervaring vooral is, is dat, um, dat eigenlijk iedereen die heeft skeletten in de kast. Mm -hmm. Dus op het moment dat er klachten zijn, dan kan je er altijd voor kiezen van, hé, hey, wat gaan we met die klachten doen en welke benadering past bij jou. En je hebt heel veel typische klachten, dat als die voor heel veel lijdenslast zorgen. en als ze die klachten goed begrijpen, dat je dan een klachtgerichte behandeling kan kiezen. Om, daar, om daarop aan te haken. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld een paniekaanval hebt. Nou, dan kan je naar de huisarts gaan. die kan denken: van, hé, hey, eh, volgens mij heb je een paniekstoornis. omdat je heel vaak paniekaanvallen hebt. je hebt er heel veel last van in het dagelijkse leven. En zo'n paniekstoornisbehandeling, die kan dan theoretisch gezien heel goed aansluiten. Ja. Um, maar het, het, het lastige dus uh, aan een klachtgerichte benadering... is dat het dus niet voor iedereen werkt. Ja. Dus ik zou uit ervaring een beetje willen zeggen... Uh, dat grofweg misschien de helft van de klachten... als je het over allerlei verschillende stoornissen hebt... Over één hoop. Ja, ja, ja dus, um, hè, en dat varieert natuurlijk een beetje per, uh, per stoornis... en hè, wat je hebt meegemaakt... Maar ik denk dat bij de helft van de mensen dat een klachtgerichte benadering voor klachtenvermindering kan zorgen. Grofweg. Ja. Heel grofweg. Ja. En bij sommigen dus wat meer, sommigen misschien wat minder. Maar wat je dus vaak ziet is dat op het moment dat je naar de, uh, naar de huisarts gaat, dan moet je natuurlijk uh, doorverwezen worden naar een psycholoog. En dan moet de klachten die moet dan uh, binnen een bepaalde behandeling passen. En uh, soms is dat zo en soms is dat ook niet zo... omdat je misschien en een paniekstoornis hebt... en je hebt depressieve klachten... en je hebt dingen uit het verleden meegemaakt... dan, krijg je, dan wordt het al wat ingewikkelder. Ja. Dus dat is een beetje het, uh, het probleem. En, um, en een klachtgerichte benadering... dat kan dus wel vaak voor klachtenvermindering zorgen. Maar het is dan eigenlijk even de vraag van... hé, hey, um, is dat voldoende en is dat goed? Ja. Je hebt mensen die denken van... hé, hey, ik heb een paniekstoornis, ik durf niet meer naar buiten... ik laat de paniekstoornis behandelen als die klachtenvermindering van die klachtgerichte behandeling er is... dat ze daarna gewoon weer blij en fluitend naar buiten gaan. Ja, dat is top. Dat is top. Maar je hebt natuurlijk ook een gedeelte van die mensen... die wel klachtenvermindering ervaren. Maar die eigenlijk denken zo van... Hey, ik ervaar wel minder klachten, maar dat hele angstige gevoel... dat zit toch een beetje in mij. En het is niet meer zo erg dat ik echt een paniekaanval krijg. Maar het blijft toch wel een beetje belemmerend... of iets wat altijd op de achtergrond een beetje aanwezig is... Ja. Kijk, bij die mensen zou je dan misschien denken van op het moment dat je daar last van hebt, van hé, hey, wat speelt daar nog meer? Wat ja. maakt eigenlijk dat jij dat angstige, onheimliegende on gevoel eigenlijk hebt? En ja. dan kan je gaan kijken van hé, hey, wat speelt er nog meer? Hé, je hebt een beetje dat angstige gevoel, misschien heb je dat je wat alerter bent, misschien heb je het gevoel uh, hé, dat, je, dat je anderen wat minder vertrouwt. En waar komt dat dan vandaan? Ja. En als je dan zo gaat kijken... dan kom je eigenlijk veel meer bij zo'n kerngerichte aanpak. En, uh, en dan kan je gewoon heel breed kijken. Je kan kijken van... hé, hey, wat is je relatie met je moeder? Wat is je relatie met je vader? Wat voor een traumatische gebeurtenissen heb je eventueel meegemaakt? Wat voor een impact hebben jouw schoolvrienden vroeger op je gehad? Wat doe jij... Uh, dat is dus als je naar vroeger kijkt. Maar je gaat ook dan bijvoorbeeld kijken van... hé, hey, op het moment dat jij die klachten hebt... begrijpen wij waarom jij die klachten ja. hebt. Begrijpen wij... Wat maakt, wat jij doet eigenlijk om die klachten in stand te houden? Ja. Begrijpen wij wat je bewust of onbewust doet om die neurale paden eigenlijk telkens maar weer te activeren? Ja. Um, dus in die zin, kijk, voor die groep die helemaal geholpen is bij de behandeling van een paniekstoornis klachtgericht. Nou, dat is top natuurlijk. Die groep heb je zeker. Het is een groep die klachtenvermindering heeft door een klachtgerichte benadering. Maar die toch nog met een beetje ja, subclinische <laughs> symptomen overblijft. Um, en je hebt, je hebt ook een hele grote groep waarbij een krachtgerichte benadering eigenlijk niet goed werkt of niet goed aansluit, omdat het niet bijvoorbeeld alleen paniek is, maar het is een beetje angstig gevoel, het is een beetje een somber gevoel, het is een beetje laag zelfbeeld, het is uh, uitgesloten worden als kind, het is moeilijk contact met je ouders hebben. Dus op het moment dat jij, nou, zeker als je een, een, moeilijk uh, een moeilijke jeugd hebt gehad, maar ook als er gewoon meerdere dingen door elkaar spelen. Dan kan ook zo'n kerngerichte benadering heel erg helpen om echt een goede visie erop te krijgen. En te kijken hoe je dat vanuit verschillende niveaus aan kan pakken. Verhelderend, inderdaad. En, en inderdaad, ook qua verleden. Het hoeven niet altijd heftige dingen te zijn. Het kan ook een tekortkoming aan, bijvoorbeeld die liefde, aandacht, verzorging geweest zijn. Stel je voor dat je vader 80 uur per week werkte. Ja, dat is toch een gemis. Dat is geen. Dat is niet dan een extreem trauma, zoals ja. bijvoorbeeld een vechtscheiding. Maar dat is toch wel een gemis wat je voelt als baby. Dus wat je dus eigenlijk zegt is inderdaad. En, en ook als je bijvoorbeeld kijkt naar waar we het allemaal over hebben gehad. Iedereen heeft zo'n divers pad opgebouwd qua omgeving. En dan heb je ook nog eens genetica. En je hebt ook nog eens epigenetica, die soms aangaat bij bepaalde situaties en dan weer uit. Dus, ja. dus iedereen heeft zo'n uniek pad belopen. En onze protocollen slaan op bepaalde. Kla uh, groepen van klachten goed aan. Ja. Maar heel vaak is dat toch wel meer voor nodig. Maar is dat best lastig om te vinden. Dus we hebben daar eigenlijk ook echt jaren aan gewerkt, aan dat kerntraject. Um, hoe, hoe is ons kerntraject, hoe is dat opgebouwd? Als je dat uh, heel, 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 heel globaal. Heel globaal. Nou, waar ik altijd mee begin is een levensnetwerkanalyse. Dus wat ik heel belangrijk vind uh, bij de behandeling van mijn cliënten is om echt op een hele geïntegreerde manier te kijken. Dus wat ik altijd wil, begin met een levensnetwerk. En dan heb je ik het, de naam die ik dan in het midden in zo'n bolletje schrijf. En dat ik dan allemaal bolletjes ga tekenen... met alle verschillende thema's die in, 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 in iemands leven spelen. Mm -hmm. En dan om eigenlijk al de eerste connecties met elkaar te gaan leggen. Om mm -hmm. gewoon een heel goed duidelijk beeld te krijgen van... hé, hey, wat zijn de thema's die allemaal spelen in iemands leven? En om dan al gelijk in mijn achterhoofd te gaan denken van... hé, hey, hoe houdt dit verband met elkaar? Ja. En op welke verschillende niveaus kunnen we dit gaan aanpakken? Om dus heel erg, om, om dus eigenlijk, eigenlijk moet je zien dat het een beetje een soort van tegenpol van denken in een bepaalde klassificatie of in een bepaald hoekje. Maar dus echt heel erg persoonsgericht juist kijken. Ja. En kijken van, ik, ik ga er eigenlijk altijd vanuit: mensen hebben en dingen meegemaakt in hun verleden. en ze hebben stress op, op dit moment. ze hebben verschillende psychische klachten. Maar dan wil je eigenlijk vanuit verschillende niveaus gaan kijken: van... hé, wat speelt er allemaal? En waar heb jij ook het meeste last van? Als jij een klacht hebt, maar het maakt je eigenlijk helemaal niet uit. Ja. Dan is dat helemaal prima. Ja, dus je, 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 je zet eigenlijk een, een heel leven op, op de kaart, zeg maar. Om te kijken van, hé, hey, wat speelt er allemaal in je leven? En wat is de volgende fase? En daarna maken we ook een, een, een breinanalyse. Ja, die doen we vaak samen. Die doen we vaak samen, om zowel een beeld te krijgen van de mentale klachten... als eventuele lichamelijke klachten. Ja. En om ook het beeld te, de, de beeld te krijgen, want... Kijk, op het moment dat je bij ons komt... het is wel belangrijk dat de structurele pathologie uitgesloten is. Ja. Dus dat is wel goed. Hè? Op het, je gaat altijd op het moment dat je klachten hebt... Uh, vooral op lichamelijk gebied... ga altijd ook naar de huisarts om te kijken... of er een, een, een structurele pathologie is om dat uit te sluiten. Ja. Um, dus dat is altijd heel belangrijk. En op het moment dat dat niet zo is... dan wil je eigenlijk vanuit een psychologisch... kerngericht perspectief in dit geval... Uh, de behandeling insteken. Ja. En bij zo'n breinanalyse, dan ga je dus heel erg kijken van hé, hey, wie ben jij nou precies als persoon en wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in jouw leven vanuit je bewustzijn, maar ook vanuit je onderbewustzijn. Ja. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat ongeveer 95% van ons brein um, werkt eigenlijk op een on on onderbewust uh, niveau. Ja. En, om of onbewust. Ja, dat is ongeveer hetzelfde. Ja. ja. Ik, ik was heel ver. Nee, maar het kan ook onderbewust en onbewust dat Dat uh, ja. zijn nog aardig wat discussies. Dat... Nee, mijn brein signaleerde even gevaar van: hé, hey, volgens ja. mij klopt er iets niet wat je zegt gevaar. Maar je hebt, maar je hebt dus eigenlijk een bewust brein, onderbewust brein. En een bewust brein is van: hé, hey, die zegt: van, hé, hey, ik ga nu dit brein pakken omdat ik denk van: hé, hey, ik wil het vasthouden. En een onderbewust brein is van: hé, hey, we ademen tegelijkertijd. We kiezen ervoor om even ons been te bewegen. Als we fietsen of als we auto rijden, dan schakelen we automatisch. We kijken naar links en rechts, we kijken naar... Het gebeurt allemaal op een onderbewust niveau. Dat is niet echt iets waar we stil bij staan. Als wij zoveel processen in ons leven zo onderbewust zijn... in het onderbewustzijn plaatsvinden, geldt dat ook voor klachten. Bijna alle klachten zijn op een onderbewust niveau. Daar, daar staan we niet bij stil. Wij denken niet van, hé, laat ik nu even angstig worden... of laat ik nu even somber worden omdat ik dit vervelend vind. gebeurt allemaal in het onderbewustzijn... Wat we dus in de breinanalyse eigenlijk doen is, we kijken naar die neurale paden. Waarom creëert jouw brein de klachten die jij nu hebt? En waar komt dat vandaan? Welke paden heb jij in het verleden gecreëerd? En hoe wordt dat nu weer herroepen? En hoe onderhoud jij die paden? Dus dat is eigenlijk wat we in de breinanalyse doen. Ja. En dat is dus een fase 2. Ja. En wat daarin um, denk ik ook heel mooi is, is dat we daarin dus ook een compleet plaatje krijgen van die, vanuit die verschillende niveaus. En een geïntegreerd plaatje, ook wie jij bent als persoon. Ja. Dus wat we vaak zien, juist in dat onderbewustzijn, is dat de dingen die jij hebt meegemaakt als kind. Als, dat, als die paden geheractiveerd worden als volwassenen, in combinatie met de persoonlijkheid die jij hebt gecreëerd. En hoe jij eigenlijk daarop reageert, dat dat eigenlijk een heel compleet uh, beeld geeft. Ja. En vervolgens de vervolgstappen zijn dan eigenlijk. dan hebben we een goede inventarisatie van wat er precies bij iemand speelt op verschillende niveaus. Geef ook heel veel. Um, heel uitgebreide begeleiding daarin om ook zelf naar diepere niveaus te komen om verschillende verbanden te gaan leggen. Ja, we hebben bijvoorbeeld een werkboek van aardig wat pagina's, waarin dus, want wat het hele ding is, uh, wat we, dit traject duurt twee tot drie maanden, maar wat wij hierin bedekken, als jij een kerngerichte aanpak wil doen en je wil dat allemaal één op één persoonlijk doen, dan ben je maanden of jaren bezig. Als ja. je dat allemaal wil behandelen. En daarom hebben we dus ook een werkboek gecreëerd. Wordt één keer per week zie je dus ons. En door de week ben je eigenlijk elke dag bezig met opdrachten. Met allemaal vraagstukken. En er zitten hele bijzondere vragen tussen. Bijvoorbeeld hoe was je vader, hoe was je moeder, relatie tot geld, hoe ga je hiermee om? Wat gebeurde daar? Dus, dus wat we ook geregeld terughoren van mensen die het leven die, die, die het kerntraject volgen, dat zij ook vaak zeggen van: oh, dit, dit had ik helemaal niet verwacht. Dat dit het geval was. Ik wist helemaal niet, ik stond nooit stil bij hoe mijn vader omging met mij. Ja, en dat is dus het hele bijzondere. En er zitten zulke diepgaande vragen in. Dus zelfs vragen als van, hé, hey, identificeerde jij, jij je met je vader of wilde je juist totaal iemand anders zijn? Of ja. bijvoorbeeld van die hele specifieke vragen over uh, op welke manier je vader met bepaalde dingen bijvoorbeeld omging. En het grappige is dus dat in de praktijk, ik ga helemaal niet zo diep in op uh, de verschillende facetten van uh, hoe, hoe je vader is of hoe je band met je vader is. Of zelfs dingen als de relatie met geld. ja als je één op één met iemand praat zonder al dat um, werk eromheen... dan uh, je kan over zoveel dingen praten dat je zo <laughs> misschien jaren in therapie bent... om ja. eigenlijk al alle dingen te bespreken. Precies. En de kracht van dit soort opdrachten is dat je zelf gaat nadenken... zelf gaat graven en vragen gesteld krijgt die je eigenlijk nooit gesteld kreeg. Precies. Om dus te gaan graven en dingen boven water te halen... omdat je denkt van, oh, dus zo zat dat bij mij, want... Want wij denken dat we heel veel dingen weten, maar heel vaak besef, ja, we, we, weten we het eigenlijk ook niet. Als, 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 ik denk dat niemand ooit jou de vraag heeft gesteld: van hé, hey, hoe, 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 hoe ging jouw moeder nou echt om met jou? In bijvoorbeeld deze situatie. Daar heb je nooit over nagedacht? Nee, precies. Maar, ja, maar die ja. dingen hebben wel zeg maar, bepaalde paden in je brein neer, neergezet, waarop jij misschien nu onbewust in onderbewustzijn klachten van creëert. Dus, dus, dus in een notendop: eerst een scan van je hele leven, daarna een breinanalyse. Daarna gaan we ook kijken van wat zijn onderhoudende patronen die jij nu op dit moment... of neurale paden die jij nu op dit moment hebt, die de klachten onderhouden. En vervolgens gaan we naar het emotionele therapie toe. Ja, en dat is ook heel mooi. Zeker ook um, dat je dus eigenlijk zo dus elke, al die verschillende niveaus weer terugpakt... en dat je dus ook zo erg de diepte ingaat. Ja. En um, ook heel mooi dat het daarin ook dus breed is voor verschillende uh, mensen en type cliënten. Want je hebt bijvoorbeeld, um, als ik ook kijk naar de mensen in het kerntraject die wij hebben... Ongeveer de kwart van de, uh, kwart van de cliënten die, als ze naar de GGZ zouden gaan. dan zouden ze niet in aanmerking komen voor een DSM-classificatie. Omdat er eigenlijk meerdere klachten zijn op verschillende gebieden. Maar die zijn dan, uh, zeker gezien, dan niet ernstig genoeg. om in aanmerking te komen voor de klassificatie. voor paniekstoornis of depressie of wat dan ook. Mm -hmm. um, terwijl al die klachten gecombineerd natuurlijk wel voor echt lijdenslast zorgen. Ja. waar je zeker iets mee kan. En wat ik ook heel mooi vind is dat. Um, als je wat, kijk, je hebt in de GGZ je hebt wel persoonsgerichte benaderingen. Uh, dus je hebt bijvoorbeeld schematherapie, waarin je heel diep gaat voeten uh, naar de verschillende schema's die je hebt opgebouwd. en wat voor een effect dat heeft op je dagelijks leven. Maar wat je daar dan bijvoorbeeld in ziet, is dat, dat, uh, dat je daarvoor een persoonlijkheidsstoornis moet hebben. Ah, ja. Officieel gezien, om daar gebruik van te maken. Uh, en het wordt nu ook wel eens vaker ergens anders toegepast. Maar um, en, en, dat, en dan heb je toch weer echt die één op één sessies met dus de focus op een, een, een onderdeeltje. Um, en wat ik zo mooi vind aan ons kerntraject is dat het dus daarin dus ook hè, voor die subklinische klachten, maar ook voor als er meerdere klachten spelen op meerdere gebieden, dat het eigenlijk een hele mooie aanpak is. En het is echt niet dat je dan een volledige uh, ja, dus moet hebben. Maar nee. ik zou zeggen, jij en ik hebben er ook wat aan. Ja, ja nee, maar zeker, zeker. En en, en... En, en de stoornis is natuurlijk een afkappunt waarop ja. een, een groep mensen kunnen zeggen van... nou, dat kunnen we in een hokje plaatsen en dat kunnen we met ons protocol kunnen behandelen. En dit kunnen we niet duidelijk in een hokje plaatsen en dat is dus niet ernstig genoeg voor ons. En dat, dat, dat vind ik dan zo jammer, dat die mensen eigenlijk een beetje tussen wal en schip vallen. En, en wat, wat ik ook heel bijzonder vind aan ons kerntraject is het emotioneel, uh, de emotietherapie. En ja. er zitten best wel unieke emotietherapie voor met tussen en... Ja, als je, als je dan ziet wat er dan naar boven, boven, buiten komt. Het is een beetje net alsof je littekens openhaalt. Heel, je ziet ook bijvoorbeeld als je scans maakt. emotionele pijn voelt even pijnlijk als fysieke pijn. Ja. Ons brein maakt geen onderscheid. of jij fysieke pijn hebt of een emotionele pijn. Maar heel vaak zoeken we in de zorg naar de fysieke component. van waar zit die schade nou? Waar zit de, de weefselschade of de botbreuk of, 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 of de infectie? Maar heel vaak is hier niet. Maar ons brein creëert wel die klachten. Dus ook met dat emotionele werk. Als je dat naar boven haalt, daar komt zoveel naar boven. Qua klachten, maar ook qua, qua, qua emoties. En daarom waarschuwen we ook altijd: als jij wilt beginnen aan het kerntraject, eh, daar moet je ook wel wat energie en tijd voor hebben. Ja. Tijd is gewoon dat je elke dag wel even mee bezig bent, zo'n half uurtje, de drie kwartier. Maar. En, en op zich, als je een paar dagen mist, is het ook geen ramp. Maar vooral ook een beetje energie. Je moet er wel klaar voor zijn. Want emotioneel komt er een heleboel naar buiten. Hetzelfde als een litteken die ontsteekt. Ja, je wil hem eerst openhalen. Pus moet eruit, om het even zo te noemen. Daarna wil je hem sluiten en daarna wil je hem laten helen. En dat doen we eigenlijk dus ook met emoties. Dus eigenlijk, ja, het is een heel uniek traject. Um, het, het is vaak twee maanden, soms ook drie maanden. Soms ook iets langer, soms ook iets korter natuurlijk. Het ligt er een beetje aan wat de klachten zijn. En uh, het is ontzettend handig voor verschillende dingen. Dus het kan bijvoorbeeld voor multiproblematiek in de psychische klacht. Dus als je meerdere psychische klachten naast elkaar hebt. Of als je psychische klachten hebt die niet goed behandeld kunnen worden. Bijvoorbeeld binnen een reguliere circuit. Maar ook gewone klachten. Want, want, want klachten komen altijd met een reden. Ze, ze, zijn niet, ze komen niet uit de lucht vallen, die klachten. Het is altijd wel een reden. En als je dat begrijpt en volgens daarop spits en dat behandelt, kun je dat ook vaak behandelen. Dus mocht je thuis zitten en denken van hé, hey, ik ben heel nieuwsgierig naar en waar hebben jullie het nou heel de tijd over gehad? Dat kerntraject kun je ook onder andere vinden op onze website op slash kerntraject. en daar staat ook veel meer informatie over wanneer het geschikt is, uh, wat we ongeveer doen. En als je denkt van hé, hey, ik twijfel of het geschikt voor mij is of als je denkt van hé, hey, dit lijkt mij hartstikke interessant, plan dan ook gewoon vooral een afspraak in voor een gratis oriëntatie en dan kunnen we ook gericht meekijken met jou of het geschikt is voor jou. Want ik wil het er ook gelijk bij vertellen. We nemen niet iedereen aan. Kerntraject is niet een toverstaf die we je aanbieden... en dan, uh, en dan in één seconde gewoon je klachten wegnemen. Je moet er wel ook gewoon je best voor doen. Dus als jij bijvoorbeeld... ook, ook Je moet er ook wel wat zelfreflectie voor hebben. Want als jij alles een beetje wegwijft en denkt van... hé, hey, valt toch allemaal wel mee wat ik heb meegemaakt? Ja, dan ben je er nog niet klaar voor. Dus je moet er wel klaar voor zijn om, om echt diep in de spiegel te kijken... en te kijken naar je kern van hé, hey, wat daar gebeurd is... Dat heeft toch degelijk wel consequenties gehad. Dus je moet er ook een beetje flexibel voor zijn. Het is allemaal ook gebaseerd op neurowetenschappen. Dus het is echt evidence-based. Dus het is ook geen woe-woe woe wat, we, wat we doen. Het is, echt, uh, het is echt wetenschappelijk bewezen methodes hebben we ook toegepast. Dus mocht dit interessant lijken en denken van hé, hey, dit is wat voor mij, kijk dan vooral op onze website. Mis ik nog wat over het traject en over het kengerichte gedeelte? Ik vond het al een heel mooie samenvatting, zeker. Ja, we zijn eigenlijk alle kanten opgegaan. Ik hoop dat het goed gaat met Pieter. Pieter, oh. die, die, hebben, die, die zijn we al een tijdje vergeten, maar uh, Pieter is inmiddels al volwassen geworden. Pieter is genezen na het kentraject. En Pieter is genezen, ja, dat zou, <laughs> dat is, dat zou top zijn. Ik denk uh, misschien nog wel een mooie aanvulling is dat we dus natuurlijk ook vanuit psychologisch perspectief en alle, dat we dus ook, um, de, ook, ook genoeg momenten hebben om het sowieso ook heel persoonlijk te maken. Ja. Dus op het moment, hè, ik heb meerdere mensen in het kerntraject die dan zowel traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt als echt, um, echt naar die kern willen gaan. En dan heb, hebben we dus ook gewoon opties die we aanbieden om ook bijvoorbeeld traumatherapie gelijktijdig met zo'n kerntraject te doen. Want wat je vaak merkt is bij traumatherapie, dan ga je eigenlijk naar de meest zwarte bladzijden van je leven. Omdat dat ook uh, voor een gedeelte klachten in stand houdt en veroorzaakt. Um, maar dan vervolgens in de aftercare, dan ga je dat eigenlijk veel breder trekken. Want zo'n traumaatse gebeurtenis heeft natuurlijk ook invloed in hoe jij naar jezelf kijkt. Of um, dat her heractiveert ook weer patronen van vroeger waarin jou ook misschien iets aangedaan is. Of waarin je ook je grenzen niet gerespecteerd werden. Ja. En dat is dus ook heel mooi om te zien, ook, ook in die behandelingen, dat die combinatie gewoon heel waardevol is. Want je pakt en de meest zwarte blaszijden uit iemands leven, die scheur je er eigenlijk uit en die verbrand je... Uh, maar tegelijkertijd uh, dat hele geïntegreerde stuk van alles eromheen op emotioneel vlak en alle emotionele balast, die, die pak je ook mee vanuit ja. verschillende hoeken. Ja. ja, en we hebben voornamelijk op psychische klachten, maar ook heel veel onbegrepen lichamelijke klachten spelen ook een grote rol. Ja, dus dat, dat zijn de klachten als je naar de huisarts komt dat zegt van nee, hey, we hebben eigenlijk geen afwijkingen gevonden. Het is stress gerelateerd, succes ermee. Die klachten worden ook vaak vanuit deze hoek veroorzaakt. En we hebben het geregeld gezien dat de mensen die inderdaad het traject volgen... ineens merken dat ze minder klachten hebben van bijvoorbeeld minder buikpijnklachten hebben... of bijvoorbeeld het plassen, dat is ook een klassieke... dat mensen heel vaak kleine beetjes plassen. En dan ga je urine testen en dan komt er niks uit. Maar die spastische blaas, dat komt natuurlijk ook ergens vandaan. En spierpijnen bijvoorbeeld, of, of ja... Zo, zo zijn er nog vijf miljoen andere ja. klachten te bedenken die daarbij meespelen. Dus ken jij iemand in je omgeving of heb je zelf last van onbegrijpbare klachten... of van psychische klachten die... Waarschijnlijk waarvan je denkt van hé, hey, dit moet kerngericht aangepakt worden, dan is dit een ideaal traject voor jou. Kijk gerust op onze website: kistenhuisnl slash kerntraject. En terugkomend op de vraag: kan een kerngerichte behandeling helpen als je dus jarenlang last hebt van psychische klachten? Dan is het antwoord denk ik. Plan een oriëntatiegesprek in en dan gaan we specifiek met je meedenken of het in jouw geval een uh, mooie behandeling kan zijn, zeker. Ja. Nou, hebben we nog een tip van de week? Um, tip van de week. Heb jij er een? Ja, misschien vanuit het kentek... Iedereen, zeg maar. Dus stel je bent nu 20, 30, 40, 50. Iedereen in een leven um, maakt allerlei dingen mee. En waarschijnlijk zit je nu in een periode dat je. dermate last hebt van je klachten. dat je bijvoorbeeld op ons kanaal bent terechtgekomen. Wat je zou kunnen doen is. schrijf eventjes een tijdlijn van 0 tot en met 18. en vanaf 18 tot en met je leeftijd op. En. Noteer wat je lichamelijke klachten zijn, wat je psychische klachten zijn op die tijdlijn en wat er op die momenten is gebeurd qua ingrijpende gebeurtenissen. Het is niet helemaal een tip van de week, maar het is meer een, een verheldering van de week, omdat je dan op papier ziet dat bepaalde gebeurtenissen die zich herhalen, toch zorgen voor bepaalde reacties van je onderbewustzijn, van jouw ja. brein. En als je dat eenmaal ziet, dan zul je ook meer begrijpen dat jouw brein eigenlijk alles creëert, alle sensaties creëert die je hebt. En ja. ik noem ook wel als voorbeeld, hetgeen dat wij zien, dat komt niet puur door je ogen, want ogen ontvangen gewoon licht, maar het komt door je visuele cortex natuurlijk, die, of die achterin in je brein het beeld creëert. Mm -hmm. Hetzelfde met geluid. Als jij Chinees praat, ja, ons brein kan daar niks van maken. Als jij Nederlands praat, het brein interpreteert jouw stem en hetgeen wat je zegt tot een taal en begrijpt het. En hetzelfde is ook zo met klachten brein interpreteert bepaalde klachten en creëert bepaalde klachten. Dus maak een tijdlijn, schrijf je psychische en je lichamelijke klachten op over die tijdlijn en wat er is gebeurd. En laat ons weten wat, uh, wat eruit is gekomen. Ja, en als je wilt plannen, is dus een oriëntatiegesprek in. Ja. Dan denken we ook specifieker met je mee. Precies, precies. Inderdaad, op onze website uh, zou je, uh, kun je daar meer informatie over vinden. Ik heb de linkjes ook hieronder uh, gezet, dus uh, ja, het is makkelijk uh, te vinden. Voor nu, voor de luisteraar, dankjewel dat je weer wilde kijken en luisteren. En mocht je het interessant vinden, of mocht je bijvoorbeeld mensen in je omgeving kennen waarvan je denkt van, hé, hey, dit zou je misschien wel kunnen gebruiken, vergeet dan vooral niet deze podcast ook te delen. Uh, vergeet niet te abonneren, vergeet geen beoordeling achter te laten of een reactie. We kijken naar alle reacties en dat uh, ja, motiveert ons, maar zorgt er ook voor dat wij bepaalde dingen de volgende keer bijvoorbeeld kunnen meenemen in onze besprekingen. Voor nu. Bedankt dat je er weer bij wilde zijn, Aisha. Jij ook, bedankt. Ja, graag gedaan. En dan uh, zou ik zeggen tot de volgende week dan maar weer. Tot volgende week. Tot dan.